Goedenavond allemaal. Wat ontzettend leuk dat u er allemaal bent. Door weer en wind en ondanks de griepepidemie. Aan mijn stem hoort u wellicht dat ik afgelopen week tot mensen heb behoord die voor de epidemie hebben gezorgd. Maar gelukkig ben ik net op tijd weer beter om aanwezig te zijn met dit prachtige programma. Ik heb hier ontzettend veel zin in. Mijn naam is Barbara Strating. Ik werk als programmamaker bij Studium Generale. En vanavond heb ik de grote eer om Marta Kleijs aan te kondigen. Marta is gepromoveerd in Antwerpen als ethicus en ze heeft een onderzoek gedaan naar trots. En nou zult u wellicht denken in deze tijden dat trots een heel vanzelfsprekend onderwerp is. Binnen de filosofie is het dat zeker niet. Dus ik vind het heel bijzonder dat het haar is gelukt om daar een promotieonderzoek naar te kunnen doen. Maar naar aanleiding van dat onderzoek heeft ze een heel mooi publieksboek geschreven, dit boek, Trots. Ik heb het met heel veel plezier gelezen. Het is heel interessant ook om te lezen. En ze zijn vanavond ook te koop. De tribune is aanwezig hier vooraan de zaal om boeken te kopen. Maar tot die tijd gaan we luisteren naar een waarschijnlijk ontzettend interessant verhaal over trots. Geef haar een groot applaus, Marta Kleijs. Dankjewel Barbara voor de inleiding en Studium Generale überhaupt om mij hier te verwelkomen. Kan iedereen mij goed horen? Oké, super. Ook van achter, ja, het is versterkt, dus dat zal wel lukken. Super fijn om zo'n grote groep mensen aanwezig te zien. Ik had net het plezier om met Barbara voorafgaand iets te eten en we hebben het er ook over gehad dat het aan mijn aanvoelen toch in Nederland vaak net gemakkelijker is om een grote groep mensen samen te krijgen om vrijwillig na te denken. Niet dat Belgen niet graag nadenken, maar ja, ik ga hier stoppen. Dat wordt gevaarlijk. Maar goed, het is bijzonder fijn om hier te zijn in deze mooie stad. Ik heb dus inderdaad een boek geschreven, wat Barbara net al toonde, wat ik hier ook heel onbescheiden geprojecteerd heb op het scherm. Ik heb dat zelf geschreven en ik ben daar eigenlijk ook wel trots op. Haha. Ik begin daarmee omdat ik jullie wil vragen of jullie vinden dat ik daar trots op mag zijn. Er komt niet superveel interactie, maar in het begin moet je even wakker blijven. Straks mocht je dan beginnen dutten. Oké, dus de reactie nog een keer zien. Mag ik daar trots op zijn? Alright, top. Duimen omhoog. Ik heb dat boek geschreven nadat ik een promotieonderzoek heb gedaan. In Vlaanderen zeggen we dan doctoraat. En ik ben daar ook wel trots op dat ik een doctoraat heb gedaan. Vinden jullie dat ik daar trots op mag zijn? Oké. Dank je. Ik ben ook een vrouw. Dat zien jullie wel. En ik heb dat proefschrift verdedigd aan een faculteit. En in een richting, de wijsbegeerte, waar toch vandaag ook nog voornamelijk mannen de hogere posities in ieder geval bekleden. Bij ons aan de faculteit zijn er bijvoorbeeld twee vrouwelijke professoren op een team van misschien 15. Dus ik was eigenlijk ook wel trots dat ik dat dan als vrouw in dat mannenwereldje had gedaan. Vinden jullie dat ik daar trots op mag zijn? Oké. En ik ben ook hetero. Dus ik val op mannen. En dat heeft natuurlijk met mijn proefschrift niet zo heel veel te maken. Maar toch ja, ben ik wel benieuwd. Ik ben daar ook wel trots op. Vinden jullie dat ik daar trots op mag zijn? Er blijft geklapt worden. Oké. Ik zie hier vooraan ook al wel een zwaaiend handje. Iemand riep nee, denk ik. Ik denk dat jullie al een beetje voelen waar ik heen ga. Maar gewoon voor de oefening ga ik nog één stap verder. Want stel dat ik hier had gezegd, ik ben wit. En ik ben daar trots op, dat ik wit ben. Als ik dan had gevraagd, vinden jullie dat oké? Hoe zou er dan... ook toch ja. Ja, nog, er wordt geklapt. Oké.
Zijn er mensen die zoiets hebben van, ik word hier ongemakkelijk van, toch ook wat handen? Oké, in ieder geval is er niet meer zo'n eenduidigheid als wanneer ik zei dat ik een boek had geschreven. Hè. Dat was er bijna niemand die mij dat niet gunde. En nu beginnen we toch langs dat hetero en het wit zijn. Is er in ieder geval minder eenduidigheid. Goed, hoe kan het eigenlijk dat diezelfde emotie, dus we hebben het over trots, heel andere reacties opwekt. Hè? In het ene geval krijg ik een applaus, in het andere geval iets minder, of beginnen mensen wat ongemakkelijk op hun stoel te schuiven. Zou het kunnen dat er achter die ene emotie misschien verschillende emoties of verschillende houdingen schuilgaan en dat we die moeten onderzoeken? Dat was de beginvraag of het beginpunt van mijn onderzoek. Maar voor ik jullie het antwoord, mijn antwoord, we kunnen daar zeker over discussiëren, daar is de filosofie voor. Voor ik dat geef, eerst nog één keer publieksinteractie. Ik wil dat je nagaat wanneer je zelf de laatste keer trots bent geweest. Ik ga niemand aanduiden om het te zeggen, dus geen angst. Maar ik wil dat je even stilstaat bij hoe dat voelde. Maar vooral ook waar dat je dan trots op was. En ik ga raden wat er waarschijnlijk in jullie hoofden omgaat. Ik denk dat ik een heel deel van jullie trots vat. Als ik zeg dat u trots was op iets wat u bereikt had. Iets, een prestatie, iets waar u misschien hard voor gewerkt had, waar u moeite in had gestoken. En dat hoeft niet te zijn een wedstrijd winnen. Dat kan ook zijn dat je op je baan iets belangrijk hebt klaargespeeld. Iets waar dat je ferm voor gewerkt had. En misschien heb ik nu al wel een deel van jullie trots gevat. Misschien hebt u op een andere manier trots beleefd. En dat is een antwoord dat ik ook vaak krijg. En denkt u eerder aan een moment dat u trots was op iemand anders? Dus trots op je kinderen bijvoorbeeld, dat horen we heel vaak. Maar je kan ook trots zijn op een partner of een vriend. Of misschien was u trots op uw lichaam? Vond u dat u zich niet hoefde te schamen voor wie u was? En hebt u eens iets, een kledingstuk aangetrokken dat wat minder verhullend was? En vond u dat u gezien mocht worden? Misschien was het dat. Of misschien, het is ondertussen al geen zomer meer, maar in de zomer heb je in alle grote steden van die gay prides. En misschien hebt u daarin meegelopen. Vond u dat u zich niet hoefde weg te steken voor wie u was. Ik weet niet of Maastricht een gay pride heeft. Misschien bent u naar de dichtstbijzijnde stad geweest. Ik weet het niet. Of misschien, en dat zou ik ook heel goed begrijpen, misschien hebt u bij trots eerder negatieve connotaties. En wanneer ik u die vraag stel, denk je misschien eerder aan een moment waar dat je eigenlijk niet zo trots op bent. Hè. Denk je aan een moment dat je te lang vasthield aan je eigen gelijk, dat je koppig was, dat je te trots was, hè, die trots niet aan de kant kon zetten. En ik zou dat begrijpen, want trots kan inderdaad heel lelijk zijn. Ik noem dat, die eerder negatieve houding naar trots, onze trotsallergie. En dat was iets wat ik zelf ook heel erg had voor ik aan dit onderzoek begon. En ik zeg altijd dat dat heel Vlaams is, maar als Limburgers zijn jullie toch ook misschien wel een beetje Vlaams of zo in het idee dat bescheidenheid iets is wat ons siert en we moeten zeker niet te veel boven het maaiveld uitsteken en niet te veel op onze eigen borst kloppen. En wij zeggen in Antwerpen dan trots is voor mensen met grote ego's, voor dikke nekken. Arrogante mensen. Antwerpen noemen ze soms arrogantwerpen. Dus dat is een beetje de context.
En ik denk dat die trotsallergie een van de redenen is dat we eigenlijk dat we niet zo vaak spreken over trots in de publieke sfeer. Of toch niet in de serieuze debatten. Barbara zei net al, eigenlijk wordt in de filosofie niet heel veel over trots gedacht. Over emoties in het algemeen wel, maar ja, het blijft, wanneer het gaat over politiek of de serieuze dingen, dan zijn emoties, en zeker zoiets frivol als trots, eerder de vijand. Hetgene wat het redelijke denken vertroebelt, in plaats van iets wat het misschien zou kunnen verder helpen. Van emoties, en dus ook van trots, denken we bovendien heel vaak dat het iets privé is. Iets wat we met onszelf beleven, misschien delen met onze naasten. Maar het heeft eigenlijk niks te zoeken, die hele emotionele wereld, in de publieke sfeer. Daar waar de politiek gevoerd wordt. Want wat hebben we daar nodig? Argumenten, reden, logica. En emoties zouden daar in de weg staan. En tegelijk zien we rondom ons dat emoties helemaal niet weg te denken zijn, zelfs al zouden we het willen, uit het publieke debat. Denk aan de woede die klimaatprotesten zo heeft aangezwengeld. De jongeren die kwaad waren. Greta Thunberg die zei zelfs dat ze wou dat we panikeerden. Dus zij wilt eigenlijk dat we angstig zijn. We spreken ook over liefde en verbintenis en empathie als waarden die we willen in een samenleving. Of hoop. En ook trots kan zo'n politieke rol vervullen. En is volgens mij al lang aanwezig in de publieke ruimte. Trots kan een katalysator zijn voor protest. Denk aan die gay pride waar ik het net over had. Een motor voor verzet. En tegelijk zien we dat trots ook heel vaak net een motor voor meer ongelijkheid is. Voor groepen van elkaar afscheiden en jezelf misschien beter voelen of uitsluiten van iemand anders. En mijn vraag dus, hoor je al komen, is hoe kunnen we het onderscheid maken? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we die vormen van trots die eigenlijk ja, emanciperend kunnen zijn, onderscheiden van de vormen van trots die net meer ongelijkheid in de hand werken? Goed, maar eerst om daar wat kracht bij te zetten, dat ik denk dat trots al heel lang in de publieke sfeer zit en dat we er dus maar beter over praten. Een paar voorbeelden. De Gay Pride, linksonder, is in Amsterdam, geloof ik. Die vermeldde ik al, daar zit trots zelfs in de naam. Maar ook Black Lives Matter of initiatieven zoals de Black History Month, daar hoort vaak een soort waardering, een soort trotsgevoel bij op alles wat bij het niet-wit zijn hoort. Er is zelfs een beweging die de Black Pride heet. Die identiteitspolitiek, een groot modewoord natuurlijk. Maar ook Donald Trump, die zijn verlies niet wilde toegeven. Zeggen we misschien, die is te trots. Of wanneer het over racisme gaat, zien we soms dat witte mensen daar wat ongemakkelijk van worden. En dan spreken we soms over gekrenkte trots. Er zijn ook politieke partijen die zich beroepen op nationale trots. In Nederland is er trots op Nederland geweest. In België hebben we de N-VA, die van de Vlaamse identiteit eigenlijk een speerpunt maakt van trots. De boeren. De boeren zijn trots op de boer. Dat is iets wat natuurlijk in Nederland nog harder dan in België, denk ik, leeft en geleefd heeft. De Proud Boys in de Verenigde Staten. Opnieuw, trots zit echt in die naam. Enzovoort. Ik denk dat jullie het plaatje wel vatten. Ik denk dat de moeilijkheid bij trots ermee begint dat we eigenlijk niet zo goed weten wat we daarmee bedoelen. Dus voor in die voorbeelden te duiken, zoals het een goede filosoof betaamt,
wil ik een stapje terugzetten en nadenken over wat bedoelen we eigenlijk met dat concept. Gaat het hier over dezelfde dingen of is er toch een verschil? En mijn trots op mijn afstuderen bijvoorbeeld, mijn trots op mijn boek, is dat niet iets heel anders dan de trots van iemand die bijvoorbeeld in de Gay Pride meeloopt? Hè? Ik heb iets bereikt, terwijl een geaardheid net iets is wat je toevallig bent. Gaat het dan niet om andere soorten trots? Ik denk dat er tenminste 3 soorten te onderscheiden vallen. En die ga ik jullie zo meteen vertellen. Maar eerst nog een beetje context. Ja. Want mijn onderzoek, alhoewel het inderdaad, dat we het niet zo heel vaak over trots hebben binnen de academische filosofie, of dat het toch best zoeken was naar iemand die daar iets over had gezegd, is het bredere plaatje, past het eigenlijk wel in een trend die al langer bezig is in de humane wetenschappen. En die trend, die moeten we eigenlijk misschien zelfs geen trend meer noemen, want die begon al bij Plato. Want Plato wist al, de mens verlangt naar erkenning. De mens wil gezien worden, gewaardeerd worden van een ander, door een ander erkend worden, maar ook door jezelf. Je wilt ook jezelf op waarde kunnen schatten. En Plato die heeft daar een beeld voor bedacht, heeft een beeld bedacht voor de menselijke psyche. En dat is het volgende beeld. Misschien kennen sommigen onder jullie het wel. Maar Plato dacht dat de menselijke geest vergeleken kon worden met een stuurman die 2 paarden in het gareel probeert te houden. En het eerste paard, dat is het paard waar alle driften huizen. Dus het seksueel verlangen, honger en dorst, de lusten, al hetgene dat instinctmatig is. Dat is het eerste paard. Dan is er paard 2. En dat, zegt Plato, dat is het deel van de ziel waarmee dat we naar die erkenning verlangen. En in dat paard huist Plato ook alle emoties. Dus wat verbindt alle emoties volgens Plato? Dat verlangen om gezien te worden, om erkend te worden. En tenslotte is er dan natuurlijk de stuurman. Is er iemand die zou kunnen raden wat de stuurman is? De reden, inderdaad. Dus de stuurman, degene die de touwtjes in handen heeft, is uiteraard het rationele deel van onze psyche. En daar ben ik het niet helemaal eens met Plato. Ik denk dat emotie en reden helemaal niet zo mooi uit elkaar vallen. Maar dat is voor een andere lezing. Dus daar ga ik nu eventjes niet dieper op in. Wat ik eigenlijk met Plato nu wil tonen, is dat hij al zei dat het belangrijk is, als je de mens wilt snappen en de beweegredenen van de mens, dat je inziet dat er een deel van ons is dat erkend wilt worden. En dat is iets wat dus, om terug te gaan naar die trend in de sociale wetenschappen, dat is iets wat veel sociale wetenschappers vandaag wel thematiseren. Dat idee dat we het menselijk verlangen naar erkenning serieus moeten nemen. En een bekend voorbeeld daarvan is de antropologe, denk ik, Arlie Russell Hochschild, een Amerikaanse. En zij trok na de verkiezingen van Trump in 2016, waarbij dat iedereen met verstomming geslagen leek dat hij gewonnen had, is zij iets gaan doen wat eigenlijk nog maar weinig mensen tot dan toe hadden gedaan. En dat was gaan spreken met de Trump-stemmer. En dat is de totaal tegenovergestelde reactie als iemand zoals bijvoorbeeld Hillary Clinton, die dacht, die groep, dat zijn de deplorables, die kunnen we wegsmijten. Arlie Russell Hochschild zei, nee, dat is de totaal foute reactie. Op die manier werk je nog meer vervreemding in de hand.
Wat we moeten doen is proberen te kijken naar wat is er nu, wat heeft er nu voor gezorgd dat die mensen op iemand gestemd hebben die eigenlijk, als je zijn partijpolitiek erop naleest, niet per se het goede met hen voor heeft. Toch heeft die man zoveel stemmen kunnen vergaren. En wat heeft Hochschild dan ontdekt door die conversaties te voeren? Eén antwoord dat ze eigenlijk altijd maar kreeg, was: wij voelen ons niet gehoord. Wij voelen ons genegeerd. Hè. Er is daar iemand in high office die ons zelfs deplorable noemt. Dus hè, wat doen we dan als iemand ons belooft ons wel te horen? Een populistische strategie. Ja, dan moet hij eigenlijk niet meer veel meer anders zeggen om onze stem te krijgen. Want die gaat tenminste ons ook zien. En die heeft het niet alleen maar over de rijke stedeling, die gaat ook voor ons zorgen. En dat gebeurt in de VS, maar bij ons kan je natuurlijk ook aan de boerenprotesten denken, waar mogelijk een terecht gevoel van miskenning vervolgens door populistische partijen wordt aangegrepen om een programma de wereld in te roepen dat eigenlijk veel verder gaat dan die boeren zien en erkennen. Maar goed, en dat opnieuw mensen buitensluit. In ieder geval, in die context, denk ik, moet je mijn onderzoek naar trots begrijpen. En ook de noodzaak ervan voelen, denk ik. Ik zei dus eerder dat er verschillende soorten trots zijn. En om dat uit te leggen, wil ik opnieuw beroep doen op dat idee van erkenning. Daarom heb ik zo lang bij erkenning stilgestaan. Want volgens mij gaat trots altijd over het erkennen van een waarde in jezelf. Alleen wat we precies erkennen in onszelf, welke waarde, dat kan verschillen. Want mensen hebben verschillende soorten waarden in zich. Dat wordt straks duidelijker. Maar eerst nog een laatste stap terug en dan beloof ik, ga ik aan de driedeling beginnen. Maar eerst nog iets over deze man. Dit is Immanuel Kant. Alhoewel dat ik vind dat hij eender welke verlichtingsfilosoof zou kunnen zijn, want ik heb het gevoel dat die allemaal naar dezelfde kapper gingen. Maar dit is dus Immanuel Kant. En Kant was een Duitse filosoof. Die waar heel wat op af te dingen is, maar hij maakte een heel nuttig onderscheid, vind ik, tussen prijs en waarde. En dat is een onderscheid dat ik ook gebruik om trots uit te leggen. Hij zei, een prijs, dat kan je op iets plakken wat meer of minder waard kan zijn. Je kan over een prijs ook onderhandelen en je kan iets te duur of te goedkoop vinden. Iets wat een prijs heeft, staat ergens op de rangorde tussen heel veel waard en heel weinig waard. En het is in principe inwisselbaar met iets anders dat ongeveer dezelfde prijs heeft. Dus dat is prijs. En Kant onderscheidt prijs van waarde. Hij zegt waarde, dat is iets anders. Iets wat waarde heeft, kan je niet zomaar inruilen voor iets anders. En denk bijvoorbeeld aan een juweel. Een juweel kan natuurlijk een prijs hebben. Het heeft zoveel karaat goud. Je kan dat laten schatten, dat kan in de winkel verkocht worden. Maar een juweel kan tegelijk ook een waarde hebben. Omdat het bijvoorbeeld van je grootmoeder is geweest. En dan heeft dat juweel plots een heb je een reden waardoor het niet meer inwisselbaar is met iets anders. Dat heeft een waarde voor jou. En Kant zegt, de mens, die heeft ook zo'n waarde. En die waarde noemt hij de waardigheid, om het met een groot woord te zeggen. En dat hebben we gewoon omdat we mens zijn. Gewoon omdat we mens zijn, hebben we iets in ons waardoor we niet inwisselbaar zijn met anderen, waardoor we niet verkocht of in de weegschaal gelegd kunnen worden. En dat is bijvoorbeeld ook, denk ik,
een mogelijke reden achter het feit dat we er helemaal dat onze haren rechtop gingen staan toen we tijdens corona op een bepaald moment bijna discussies gingen voeren over wie er nu ging blijven leven. Het werd soms heel beredeneerd. En er kwam heel veel protest tegen. En dat heeft denk ik te maken met die onvervreemdbare waarden, waarvan Kant ook al zei, dat is de reden dat je niet kan zeggen dit leven is meer of minder waard dan een ander. Je kan dat niet in de weegschaal leggen. En een ander voorbeeld, om dat wat helderder te maken, dat mij goed hielp, is het volgende. Ongeveer een half jaar geleden, denk ik, gingen de tickets voor de show van Beyoncé voor belachelijke prijzen de deur uit. Ik weet niet of dat hier in Nederland ook is gebeurd, maar bij ons was het was echt een soort systeem met opbod, waardoor dat de tickets echt de hoogte inschoten. En ik vond dat eigenlijk een mooie illustratie van Kant prijswaardeonderscheid. Want we hebben dus als maatschappij beslist dat dat het geld is, de prijs, die we voor Beyoncé willen neertellen. Een concert van Beyoncé, hebben we dus beslist, kost veel meer dan een avond naar een filosoof gaan luisteren. Ik denk dat het zelfs gratis is vanavond, dus kijk, dan weten de filosofen weer waar ze staan. En dat heeft natuurlijk te maken met de zeldzaamheid van Beyoncé's talent. En ze heeft er veel uren van haar leven ingestoken en ze heeft moeten heel haar overhead en entourage betalen enzovoort. Dus ik snap het wel. Maar waar ik mezelf dan aan herinner, is dat ook al heeft Beyoncé een hogere prijswaarde dan ik, als mens ben ik wel evenveel waard als Beyoncé. En daardoor kan ik altijd heel goed slapen, 's nachts. Goed. Dan keer ik terug naar trots. Dus ik zei dat volgens mij trots gaat om het erkennen van iets waardevol in jezelf. Maar wat je erkent, en nu komt die waarom ik Kant erbij gehaald terug in het spel. Wat je erkent kan eerder die prijslogica volgen of eerder die waardelogica. Trots kan gaan om het erkennen van iets waarin je bijzonder bent, waarin je misschien uitblinkt. Of het kan net gaan om het erkennen van een gedeelde en gelijke menselijkheid. En nu kom ik bij die driedeling. Oké. Stel dat je trots bent op een prestatie, waarmee ik ook begon, hè, waarvan ik dacht, de meeste van jullie zullen dat soort trots in hun hoofd hebben. Je hebt iets goed gedaan, misschien ben je uitmuntend in iets. Je erkent dus in jezelf een bijzonderheid. Misschien ook een verschil met een ander, hè. Iets waar je in uitblinkt. En dat is de eerste vorm van trots die ik definieer. De houding die eraan ten grondslag ligt, is zelfwaardering. En voorbeelden, denk ik, zijn makkelijk te vinden. Ik moest al lang naar mijn volgende slide, want daar staat een voorbeeld op. Trots zijn dat je afgestudeerd bent, trots dat je een baan hebt die je waardevol vindt, maar ook trots zoals deze man van het Zuid-Afrikaanse rugbyteam, wat ik heb geleerd, omdat er eens een keer sportfanaten in mijn publiek zaten en toen moest ik toegeven dat ik niet wist wie hierop stond. Dus dat is iemand van het Zuid-Afrikaanse rugbyteam die kennelijk net een doelpunt heeft gemaakt of zoiets en daar heel trots op lijkt met die kenmerkende vuist. En dit soort trots gaat dus over de dingen waarin je bijzonder bent en misschien zelfs verschilt van een ander. Die persoon heeft een doelpunt gemaakt en hij weet dat dat uitzonderlijk is. Dat hij misschien ook beter is dan het andere team. Trots die berust op zelfwaardering volgt wat ik in het boek en in mijn onderzoek noem een eigen morele grammatica. Dus het heeft eigen regels, zeg maar. En het heeft ook eigen valkuilen. Dus wat geldt er voor deze vorm van trots,
volgens mij. Eén, je moet natuurlijk echt een prestatie hebben geleverd. Die moet ook moeite hebben gekost. Hè. Als iets voor de wind ging, dan vinden we vaak dat iemand minder reden heeft om trots te zijn dan wanneer we weten, ah, die heeft daar echt hard voor gewerkt. En waar je trots op bent, is vaak ook helder afgebakend in de tijd en ruimte. Dus deze persoon is trots op het feit dat hij een doelpunt heeft gemaakt. Of dat hij deze wedstrijd heel goed heeft gespeeld. En dat is zo wat het prototype van trots. Hè, die winnende vuist, het uitmuntend zijn in iets. Misschien ook zelfs beter dan een ander. Wanneer gaat die trots aan de mist in of wat zijn de valkuilen? Wanneer je jezelf op de borst klopt voor iets dat je niet hebt gedaan. Iedereen kent wel zo'n ambetanterik die altijd met de pluimen van iemand anders gaat lopen. Dat vinden we ontzettend ongepast. Of wanneer je helemaal geen prestatie hebt geleverd, maar eigenlijk iets hebt gedaan wat we heel banaal vinden en daar dan ontzettend fier op bent. Het zou bijvoorbeeld raar zijn moest iemand een boterham smeren en daar heel trots op zijn, want dat vinden we iets normaals. En de morele grammatica van zelfwaardering ziet er dan zo uit. Er is een focus op verschil. Dat verschil wordt ook vaak hiërarchisch gedefinieerd als beter en slechter. Je moet ook zelfwaardering verdienen. Dus er staat een prestatie tegenover. Het is niet iets wat je sowieso recht op hebt. En tenslotte is zelfwaardering ook nauw verweven bij sociale normen en afspraken over wat we eigenlijk belangrijk vinden. En afspraken, dan bedoel ik niet dat we met z'n allen zijn samengekomen om dat te zeggen van dit vinden we goed en dit niet, maar eerder ongeschreven sociale normen. Wat vinden we bijvoorbeeld een prestatie en wat vinden we niet per se bewonderenswaardig? En het interessante is dat die normen helemaal niet vast liggen. Die veranderen ook met de tijd, bijvoorbeeld. Vroeger, zelfs nog in mijn leven, weet ik dat er vroeger heel erg opgeschept werd met van die 4x4-auto's, van die Range Rovers. Dat was dan een groot statussymbool. Vandaag is dat de Tesla. Of misschien zelfs al niet meer. Misschien is het vandaag de elektrische bakfiets. Dus wat geldt als iets om trots op te zijn, verandert ook naarmate de maatschappij verandert. En nu hebben we vliegschaamte en geen trots meer dat we heel ver kunnen reizen. Dus dat is interessant. Ik ga die muis er even wegzetten. Oké. Trots als zelfwaardering is psychologisch belangrijk voor mensen. Ik ben zeker geen tegenstander van dit soort trots. De beloning van trots helpt ons om onze doelen te bereiken. Wakkert ook onze ambities aan. We willen iets doen. We ontwikkelen ons talent omdat we trots willen terugkijken op hoe we ons leven hebben geleid. En de psycholoog Jessica Tracy, die ik in mijn onderzoek veel tegenkwam, die heeft eigenlijk een bijna alleen positieve blik op dit soort trots. Zij zegt, trots stimuleert innovatie, dit is een citaat, want trots is de reden dat mensen, alle mensen, van wetenschappers tot kunstenaars, architecten en schrijnwerkers, hard werken om dingen te creëren. En dat klinkt natuurlijk allemaal heel mooi, hè? Trots als een soort psychologische overtuiging dat je goed bezig bent en als een motor om jezelf te verbeteren. Maar er is ook een schaduwzijde. Ik denk dat dit soort trots ook heel snel de mist in kan gaan. Het is een heel fijne balans. Ik ga maar enkele gevaren noemen. Als je geïnteresseerd bent, staat het veel uitgebreider in het boek. Maar bijvoorbeeld de focus op hiërarchie, op beter of slechter, kan natuurlijk al heel snel leiden tot haat en misgunning. Want je kan enkel uitblinken als een ander het relatief gezien minder goed doet. Denk aan die
wedstrijd hier op het scherm. De reden dat hij blij is, is misschien ten dele omdat hij het een mooie goal vond of zo, maar ten dele ook omdat het andere team het waarschijnlijk minder goed aan het doen is. En zo'n competitie in de voetbal is misschien niet zo erg, maar ik denk dat we wel willen vermijden dat diezelfde competitie misschien in andere aspecten van ons leven ook doordringt. Dat de ander eigenlijk iemand wordt die je dingen misgunt, omdat je dan relatief gezien meer uitblinkt. Een ander gevaar dan, de nadruk op prestatie, kan de rol van toeval en je startpositie in het leven een beetje verpergen. Want stel nu dat we tegen deze man allemaal zeggen, je mag trots zijn, je hebt dat goed gedaan, je hebt daar hard voor gewerkt. Dan vergeten we misschien, of dan vergeet hij misschien, dat naast het harde werk ook misschien zijn genen een rol hebben gespeeld. Het feit dat hij in een gezin is geboren waar misschien zijn carrière werd aangemoedigd, een warm nest had, enzovoort. Ook de inbedding in die maatschappelijke normen, waar ik het net al over had, met die Tesla, is kwetsbaar. Want we merken voortdurend dat we de verkeerde dingen prijzen. Doorheen de geschiedenis zijn we gelukkig afgestapt van een heleboel normen over dingen die we zogenaamd waardevol vonden, die veranderd zijn met de tijd. Om een voorbeeld te geven, vroeger was het voor een man toch niet heel trotsmakend om een huisvader te zijn. Het was misschien zelfs een bron van schaamte of je was niet mannelijk genoeg als je dat deed. Tegenwoordig lees ik steeds meer verhalen van vaders die kiezen om thuis te blijven, waar geen schaamte meer op rust. Dat we hopelijk richting een idee gaan van eigenlijk was dat helemaal niet iets om je voor te schamen. Dus die normen, we weten niet of we ze vandaag juist hebben. Dus dat is kwetsbaar. Ten slotte kan trots als zelfwaardering ook heel snel tot overmoed en zelfoverschatting leiden. Superioriteitsgevoelens misschien zelfs. En dan komen we van wat Kant die prijswaarde noemde, naar een volgende vorm van trots, waar die waarde of waardigheid een grotere rol zal spelen. Want je hebt ook die waarde in jezelf, zoals Kant die dus definieerde, je menselijkheid. En trots kan ook een erkenning daarvan zijn. En dan ben je trots gewoon omdat je mens bent, omdat je vindt dat je er mag zijn en een bepaalde menswaardige behandeling verdient. Zonder, en dat is het interessante, dus zonder dat je daarvoor iets bijzonders moet doen. Net keken we naar zelfwaardering, waar trots eigenlijk afhankelijk was van een prestatie of een bijzonderheid. En nu schuif ik op naar een tweede vorm waarvan ik net zeg, daar staat helemaal niks tegenover. Gewoon mens zijn is genoeg. Dus die tweede vorm van trots focust niet op een bijzondere prestatie, maar net op gelijkheid tussen mensen. Dat is de trots die zegt, ik verdien toch niet minder rechten omdat ik toevallig een bepaalde huidskleur heb of een bepaalde geaardheid. En dan noem ik trots als zelfrespect. Ook die trots heeft weer eigen valkuilen, een eigen morele grammatica. Trots als zelfrespect gaat eigenlijk om de lijnen die je rond jezelf trekt, waarmee je zegt tot hier en niet verder. Ook daar een voorbeeld uit de sport. Gelukkig wist ik wel wie deze mannen waren. Is er iemand van jullie die het weet? Want het is een foto die nogal op ons netvlies gebrand staat, denk ik. Exact. 68. Dus dit is inderdaad een foto die we die velen kennen, omdat ze het gaat om winnaars van de Olympische Spelen, inderdaad. Maar de foto zegt veel meer dan dat. Je zou kunnen denken,
die steken hun vuist in de lucht en ze zijn gewoon blij, zoals die vorige man, of ze zijn trots, zoals die vorige man. Maar je ziet ook aan hun blik dat er hier iets anders gebeurt, dat die vuist iets anders representeert. Dit zijn John Carlos en Tommy Smith, twee atleten. En ze staken hun vuist in de lucht niet omdat ze gewonnen waren, maar wel uit protest tegen rassendiscriminatie binnen de sport, maar breder ook in de Verenigde Staten. Ik denk dat dat ook een vorm van trots is. Die betekent dat je je niet laat doen en dat je de ruimte die je hebt neemt om je te verzetten tegen ongelijkheid. Daarnet waren we dus bij zelfwaardering. En daar wordt de nadruk net gelegd op eigenschappen. Ik kan dit goed. Ik heb gewonnen. Zelfrespect zegt nu net. Het maakt niet uit wat mijn eigenschappen zijn. Ik ben mens en ik verdien een bepaalde behandeling. Zelfrespect, dat hoef ik waarschijnlijk niet te zeggen, maar is ook een belangrijke psychologische overtuiging. Voor iedere mens, het overtuigt ons ervan dat we er mogen zijn, dat we bepaalde rechten mogen afdwingen, dat we ons mogen verzetten tegen discriminatie, want dat we dus gelijke rechten verdienen. En zulke trots, zoals je het hier ook ziet, kan een vonk zijn voor protesten. Ook de protesten die we eerder in die identiteitspolitiek zagen. Het kan zijn dat een groep zich op basis van hun identiteit niet eerlijk bejegend voelt en dan vanuit trots een eerlijke behandeling eist. Alleen is de moeilijkheid hier, dat hoor ik jullie al denken, heel veel groepen voelen zich oneerlijk behandeld. En hoe ga je dan uitmaken wie dat er eigenlijk aanspraak mag maken op die claim? Als iedereen luid roept, naar wie moet je luisteren? Ik denk dat je vaak al een heel eind geraakt met te kijken naar de realiteit. Dus je kan vragen stellen als, oké, dit protest, beoogt het echt meer gelijkheid? Of is het toch eigenlijk een vraag om superioriteit van één groep? Welke plek heeft die groep die hier op straat komt echt in de maatschappij? Is er echt sprake van discriminatie of niet? En om dat te illustreren, een voorbeeld. Ik weet niet of jullie dat hebben gevolgd. In 2019, geloof ik, heeft in Boston een groepje, voornamelijk mannen, eigenlijk alleen mannen, straight pride georganiseerd. Dus een tegenhanger van de gay pride. En ze beredeneerden dat zo. De homogemeenschap heeft het recht om een parade te hebben. En waarom dan de straight gemeenschap niet? Ik weet niet of daar echt een gemeenschap in bestaat. En ze vroegen ook specifiek aan de burgemeester, die dus de regenboogvlag gaat wapperen, om daarnaast ook de straight flag te hangen. En dat is een vlag met zwarte en witte vlakken. En wat ik daarmee wil zeggen is dat voor hen die vraag, als je ook luistert naar interviews, eigenlijk heel logisch leek. Want ze dachten dat ze om exact gelijke behandeling vroegen. Hè? Zij een parade, wij een parade, zij een vlag, wij een vlag. Alleen vergaten ze daarbij dat hun startpositie al niet gelijk was. Hè? Dus dat er dat hetero's eigenlijk geen ruimte tekort komen in de maatschappij die ze terug moeten claimen of die ze moeten claimen. Terwijl dan het is wat die parade zo belangrijk maakt voor mensen die niet hetero zijn. En net daarom is ook trots, denk ik, een belangrijke emotie voor die gemeenschap. Omdat ze ruimte claimt door trots te zijn die eigenlijk lang er niet is geweest. En nog steeds vandaag, als je naar het nieuws kijkt, om de zoveel tijd is er weer een gewelddadig incident tegen iemand die niet hetero is. Dus die ruimte is er nog steeds niet. Volgens mij gaat het eigenlijk om de volgende vraag bij trots. Draagt je trots bij aan meer gelijkheid of aan meer
ongelijkheid. Ik denk dan dat de Gay Pride bijdraagt aan meer gelijkheid, want ze eist ruimte terug voor mensen die die ruimte lang niet hebben gekregen. Het gaat om mensen die zeggen, wij zijn het beu dat onze rechten ons ontzegd worden en dat wij schaamte en zelftwijfel aangepraat krijgen. Nu laten we ons zien voor wie we echt zijn en we eisen gelijkwaardigheid. De trots van de Straight Pride daartegenover werkt volgens mij net ongelijkheid in de hand. Want ze doet alsof iedereen gelijk begint en vraagt dan om hetzelfde. Ja, ik beeld altijd uit met mijn handen, maar met die micro gaat dat niet. Ik ga het even zo doen. Dus ze doen alsof iedereen gelijk begint en ze vragen om hetzelfde. Maar als je ziet dat de startpositie ongelijk is, dan is vragen om hetzelfde eigenlijk het behoud van ongelijkheid. En omdat mijn handgebaren misschien niet heel duidelijk zijn, leg ik het ook nog aan de hand van een metafoor uit in het boek. En dat is de metafoor van de taart. Want als het over taart gaat, dan heb je altijd alle aandacht. En de metafoor van de taart gaat als volgt. Stel, je bent op een feestje en iedereen krijgt een stuk taart. En het valt iedereen eigenlijk op dat er één iemand een veel groter stuk heeft gekregen. En er is nog taart over, dus wordt wat gediscussieerd en mensen zeggen, laten we het zo oplossen, iedereen die een klein stukje heeft gekregen, die krijgt nog een klein stukje erbij. Zodat je eigenlijk op het einde precies evenveel taart heeft. Maar je kan je voorstellen dat die ene persoon met het grote stuk toch protesteert. Want wat gebeurt er in de ogen van die persoon misschien? Iedereen krijgt een tweede portie en hij niet. Als dat protest dan lukt, dan is de uitkomst een ongelijke uitkomst. En daarmee wil ik tonen dat je soms onder de noemer van gelijkheid, iedereen één portie, toch ongelijkheid in stand kan houden. Als je niet ziet dat de beginpositie niet gelijk is. En als ik dus daarnet zei dat ik trots was dat ik hetero ben, dan denk ik, als je je daar ongemakkelijk bij voelt, dat je daar in zekere zin gelijk in hebt. En dat wil niet zeggen dat ik mij dan maar moet gaan schamen dat ik hetero ben. Helemaal niet. Het punt is net dat niemand mij die schaamte opdringt. Mij is nooit gezegd, schaam u, want je bent hetero. Dus trots als een soort politieke tegenbeweging is dan ook niet nodig en kan dus in het slechtste geval ook echt ongelijkheid in stand houden. Als ik er met mijn hetero-trots voor zou zorgen dat de homogemeenschap geen parades meer mag organiseren, dan is er uiteindelijk meer ongelijkheid, denk ik. Oké. Terug naar de concepten, want ik heb 3 soorten trots beloofd. Ik weet ook niet hoe lang ik al bezig ben. Mag nog wel 10 minuutjes of zo? Oké. Top. Oké. Want ik heb 3 concepten beloofd. Ik heb er nog maar 2 gegeven. Zelfwaardering en zelfrespect. We hebben gezien dat die 2 een eigen grammatica, een morele grammatica hebben. Dus zelfwaardering ging om verschil. Zelfrespect om gelijkheid. Zelfwaardering moet je verdienen. Zelfrespect niet. En als je niet gerespecteerd wordt, dan mag je dat respect ook opeisen. Je mag op straat komen, gelijke behandeling vragen. Terwijl waardering is eigenlijk net iets wat geschonken moet worden. Dat kan je niet opeisen. Maar er mist dus nog een 3e vorm van trots. En daarvoor heb ik een laatste printje. Oei, dat is de vorige. Want ik heb dit op zijn kop. Ja. De feministische filosoof Robin Dillon die geeft een kritiek op de lange filosofische traditie van het begrip respect. En voor mij, dat heeft mij wel de ogen doen openen, want tijdens mijn studie heb ik heel veel Kant gelezen en dan ging het altijd over respect
alsof respect het hoogste goed was. En het is ook extreem belangrijk. Maar, zegt Robin Dillon, respect is in die traditie eigenlijk heel vaak heel abstract ingevuld. Ik heb dat eigenlijk ook net gedaan, hè. Je moet eigenlijk niks weten over een mens om te zeggen dat hij respect verdient. Hè. Een soort, je weet gewoon, het is een mens, dus respect. Maar de eigenheid van die mens, die mag je eigenlijk helemaal tussen haakjes plaatsen of zelfs vergeten. Waardoor het een heel abstract begrip wordt. Dus als je jezelf dan respecteert, dan hoef je eigenlijk ook helemaal niet geïnteresseerd te zijn in wie dat je bent. Je maakt niet uit wie je bent. Hè. Je mag alles vergeten. Je verdient gewoon respect omdat je mens bent. En als je dan kijkt naar veel vormen van politieke trots, dan zie je dat dat eigenlijk vaak net wel gaat om aandacht geven aan wie dat je bent. Geïnteresseerd zijn in wie dat je bent, in hoe je eruit ziet, in wat jouw verlangens en overtuigingen zijn. Denk bijvoorbeeld aan vrouwen die trots een hijab dragen. Of denk terug aan wat er in Iran gebeurde, een tijd geleden nog steeds bezig is. Vrouwen die net hun haren onbedekt willen laten. Of mensen die uitzoeken wat voor genderexpressie het beste bij hen past. De trots dus van Bilkis Abdul Kadir, dat is de vrouw die jullie op de foto zien. En haar verhaal is, zij is een professioneel basketbalspeelster. Zij speelde voor de vrouwelijke NBA, dat heet dan de WNBA of zo, want dan moet je daar women voor plaatsen. Op een gegeven moment kreeg ze de keuze, ofwel ging ze verder spelen, maar dan moest ze wel haar hoofddoek afleggen, oftewel moest ze stoppen. En zij heeft toen gekozen om niet meer verder te basketten. En in een interview achteraf zei ze daarover dat ze die keuze eigenlijk niet per se voor zichzelf had gemaakt, maar wel omdat ze de boodschap wilde geven aan jonge moslima's dat ze zich niet moeten excuseren of hun hoofddoek moeten afleggen en dat stuk van zichzelf aan de kant schuiven wanneer ze carrière willen maken. Ze zei dat ze wou dat die jonge meisjes trots konden zijn op dat deel van wie ze zijn. En ik denk dat we om die soort trots te beschrijven nog niet toekomen met zelfwaardering en zelfrespect. Ik denk dat we een derde vorm nodig hebben. En die noem ik zelf liefde. Liefde hebben voor jezelf, net als respect en waardering, is ook een manier om jezelf op waarde te schatten. Het verschil met zelfrespect lijkt misschien subtiel, maar ik denk dat het wel belangrijk is. Want je kan als vrouw bijvoorbeeld zeggen met je trots, het maakt niet uit dat ik vrouw ben, ik verdien respect, want ik ben mens. En ik verdien dus dezelfde rechten als een man. Dat is dan die zelfrespect. Maar je kan ook zeggen, het maakt wel uit dat ik vrouw ben. Zie mij eens als vrouw. Niet ondanks het feit dat ik vrouw ben, verdien ik dezelfde rechten. Maar als vrouw verdien ik dezelfde rechten. En een eerlijke behandeling. En ik weiger om dat vrouw zijn tussen haakjes te moeten zetten daarvoor. Ik vind dat belangrijk. Ik vind dat deel van wie ik ben. Dat zou ik dus zelf liefde noemen. De weigering van zelfhaat. De weigering van jezelf tussen haakjes zetten om iets te eisen. Het cultiveren van zelfliefde kan ook trots zijn. Je ziet, denk ik, die soort trots ook terug in iets als de Black Lives Matter-beweging, waar dan vaak ook een soort beweging bij hoort van het vieren van de zwarte huidskleur of de donkere huidskleur, van het tonen van diversiteit in lichamen en kleuren en de ruimte nemen om gezien te worden, u niet wegsteken. En ik word altijd best zenuwachtig als ik het over zelfliefde heb, omdat ik dan vaak mensen zo'n beetje met hun ogen
hoor rollen. Of misschien projecteer ik dat op jullie. Want ik hoor jullie dan precies denken, oef, weer een filosoof met een zelfhulpboek. En is dat niet allemaal een beetje gemakkelijk om te zeggen, we moeten gewoon meer van onszelf houden en kumbaya. En de reden dat ik daar zenuwachtig van word, is dat ik eigenlijk zelf dat gevoel heb bij dat woord zelfliefde. Want zelfliefde vandaag kennen we eigenlijk vaak als een heel commercieel begrip. Het wordt gebruikt om dingen te verkopen. Als je van jezelf houdt, dan koop je deze geurkaarsen en dan boek je hier een week yoga, want dan zorg je goed voor jezelf. En het idee is dan vaak dat we alles kunnen oplossen door maar voldoende van onszelf te houden. Als je van jezelf houdt, dan heb je straks helemaal geen problemen meer. Alleen denk ik niet dat dat zelfliefde is. Ik denk dat dat een soort kapitalistische recuperatie is van eigenlijk een houding naar onszelf die heel belangrijk is. En om dan een eigen definitie te geven aan zelfliefde die weggaat van die, ja, die commerciële invulling ervan, gebruik ik de filosoof Iris Murdoch, die velen van jullie misschien kennen als romancière. Maar ze was academisch filosoof, ook in Oxford. Ze heeft hele indrukwekkende boeken geschreven. En ze schreef onder meer over de liefde. En zij dacht, ze was daarbij geïnspireerd door Simone Weil. Ze dacht, of ze beschreef liefde niet als het volledig ophemelen van een ander en hals over kop iemand geweldig vinden, maar wel als het echt aandachtig kijken naar iemand anders. En dus aandacht was het sleutelwoord voor Iris Murdoch. Die aandacht voor een ander is ook het begin van alle kennis van die ander. Want om iemand te kennen moet je eerst aandachtig en oordeelvrij kijken. En liefde is voor Iris Murdoch dus de morele emotie bij uitstek. Want pas door aandachtig te kijken naar iemand, maar ook naar een situatie, pas dan kan je zien wat eigenlijk het goede is om te doen. En die keuze maken begint altijd met eerst aandachtig zijn voor iets. Dat is Murdoch. Ik denk dat we Murdochs idee van liefde ook op het zelf kunnen richten. Om goed te kunnen leven met andere mensen, moeten we ook durven aandachtig naar onszelf kijken. Wat we willen, wat we fijn vinden, wat niet, tot wie we aangetrokken zijn en hoe wij ons tot anderen verhouden. En zo'n zelfliefde is dan geen vrijgeleide om eender wat te doen in de naam van zelfliefde, maar eerder een manier van naar jezelf kijken die ook soms vereist dat je kritisch bent op jezelf. Dat je een poging doet om een onderscheid te maken tussen wat oké is en wat je misschien beter aan werkt. En hier komt dan misschien het verrassendste deel van mijn pleidooi. Want natuurlijk wens ik mensen zoals Bilkis Abdul-Kadir of mensen in de Gay Pride, natuurlijk wens ik hen meer zelfliefde toe, hè? Meer ruimte om te ontdekken wie ze zijn, wat ze leuk vinden, minder nood om zich te verstoppen of zich daarover te schamen. Maar ik wens eigenlijk die zelfliefde nog veel meer toe aan een andere groep mensen. Die mensen die eigenlijk vaak al de ruimte hebben gekregen om uit te zoeken wie ze zijn, om te zijn wie ze willen. Net die mensen die eigenlijk weinig moeite hebben om zichzelf te zijn, omdat ze geen structurele hindernissen ondervinden, zoals discriminatie. Net zij, of wij, want ik reken mezelf daar ook toe, zouden beter wat aandachtiger naar onszelf kijken. En dan zie je dat zelfliefde, die aandacht voor jezelf, dat dat ook moeilijk of pijnlijk kan zijn. Want het vraagt ons soms om ons eigen privilege, ons eigen grote stuk taart te zien
en ook de bijhorende verantwoordelijkheden. Dus de morele grammatica van zelfliefde situeert zich ergens tussen zelfwaardering en zelfrespect. Van jezelf houden gaat om verschil en om gelijkheid. Om gelijkwaardigheid in het verschil. Je viert je individualiteit zonder daarmee een oordeel te vellen over die van een ander. Het stelt ons in staat, die zelfliefde, om eerlijk naar onszelf te kijken. Om onszelf te definiëren en te begrijpen wat de sociale context van ons vereist. Zelfliefde is een middel tegen onwetendheid op die manier. En zoals ik zelfliefde nu schets, heeft het weinig gevaren, lijkt het. Want wat is er nu mis met aandachtig naar jezelf kijken? Alleen denk ik dat het probleem met zelfliefde is, of het gevaar, is dat we het verwarren met zelfophemeling. En dan is zelfliefde inderdaad narcistisch, hè? Als je alleen maar bezig bent met jezelf de hemel in te prijzen. Alleen zou ik dat dan geen zelfliefde noemen, maar eerder zoiets als zelfverliefdheid of zo. Waarbij dat je niet meer kritisch kan zijn voor jezelf en je blik helemaal vernauwd is tot ikje, ikje, ikje. Dan kan je inderdaad de aandacht voor de ander verliezen. Een onkritische blik op jezelf hebben, je blik vernauwen. Bilkis Abdul-Kadir is trots op haar hoofddoek of draagt haar hoofddoek met trots. Omdat ze die een uitdrukking vindt van wie ze is of wie ze wilt zijn op dat moment. Het belangrijke is dat dat niet wil zeggen dat anderen volgens haar beter ook allemaal een hoofddoek dragen. Echte zelfliefde van Abdul-Kadir houdt net, denk ik, de erkenning in dat het net zo legitiem is om geen hoofddoek te dragen. Of dat vrouwen in Iran bijvoorbeeld net een strijd moeten voeren om dat niet te moeten. Ook dat is trots als zelfliefde. En dan rond ik stilaan af met de laatste slide. Dus zelfwaardering, zelfrespect en zelfliefde. Drie manieren om onszelf op waarde te schatten. Drie pilaren van trots. Elk op zich, zoals we zagen, waardevol, maar ook gevaarlijk, met specifieke valkuilen. Zelfwaardering kan je motiveren om je doelen te behalen, maar het riskeert zelfoverschatting en doorgedreven competitiviteit. Zelfrespect, zoals we zagen, kan een motor zijn voor protest, maar het kan ook onder de noemer van protest voor gelijkheid toch ongelijkheid in de hand werken en de superioriteit van één groep. Zelfliefde kan ervoor zorgen dat we onze plek in de samenleving beter begrijpen. Maar het riskeert om in een vermarkte versie van zelfliefde structurele problemen in de schoenen van het individu te schuiven. Ja, want je moet maar meer van jezelf houden. Wat ik wilde tonen met dit praatje en met mijn boek, is dat het goed is om je bij trots af te vragen, wat is eigenlijk de waarde die hier op het spel staat? Gaat deze vorm van trots om gelijkheid of over verschil? En als het dan om verschil gaat, gaat het dan om het vieren van het verschil of om de superioriteit van het ene tegenover het andere? Eigenlijk is het als vuistregel zo dat trots waardevol is, in de politieke zin, tot ze niet meer nodig is. Want de dag dat er echte gelijkwaardigheid is tussen homo, hetero, zwart, wit, man, vrouw, dan zal ook een gay pride of een black pride niet meer nodig zijn. En dan hoef je ook je trots als politiek middel niet meer uit te dragen. Want je hebt de ruimte al. Dus, voordat jullie mij bestoken met vragen, nog mijn boodschap aan jullie, want jullie zaten hier natuurlijk met de verwachting dat ik jullie ging zeggen of je nog trots mocht zijn of niet. En nu heb je een soort half politiek betoog gekregen van mij. Ik zou zeggen, over je eigen trots, cultiveer die, zeker wanneer ze een vonk is voor protest.
als het je vooruit stuurt om meer gelijkheid en emancipatie te bekomen. Wees trots en neem ruimte in. En dat wil ik vooral zeggen tegen de mensen van wie het eigenlijk niet verwacht wordt dat ze ruimte innemen. Maak je je altijd klein, maak je dat misschien eens groter. En als je het gevoel hebt, ik heb die ruimte eigenlijk al wel, dan wil ik zeggen, zet soms een stap terug en deel de ruimte met mensen die misschien nog bezig zijn met al hun moed te verzamelen om eens wat trotser te zijn. Ik ben heel benieuwd naar al jullie vragen en ik dank jullie voor het aandachtig luisteren. Dankjewel, Marta. Ik geef jullie allemaal even de mogelijkheid om even over jullie vraag na te denken. Ik neem de ruimte, want die heb ik nu allemaal als presentator, om zelf de eerste vraag te stellen. Marta, wat ik me eigenlijk afvroeg tijdens jouw lezing is dat, ik heb ook filosofie gestudeerd, trots komt daar niet in voor. Jawel, trots komt voor bij, ik geloof, één college deugdethiek. En daarna is trots uit de filosofie geschreven, terwijl uit jouw verhaal blijkt dat het zo'n ontzettend dankbare bril is om de politiek zoals we veel zien te analyseren. Maar toch heel even terug naar de geschiedenis van de filosofie. Kun je verklaren waarom de trots uit onze boeken is geschrapt? Moet ik in deze micro antwoorden? Ja. Okay. Ingewikkelde vraag, want het is ook helemaal niet zo dat in de filosofie trots altijd geschuwd is. Want grappig genoeg, meer dan met eender welke andere emotie, is de evaluatie door filosofen daarvan heeft heel erg gefluctueerd. Als je kijkt naar de oudheid, bij Aristoteles was trots, of megalopsychia bij hem, de kroon van alle deugden. Dus volgens Aristoteles, als je een goed mens was, dan mocht je, zeg maar als kers op de taart, mocht je daar, als je dat dan wist dat je goed was, dan was je trots en dat was subliem volgens Aristoteles. En dan zie je, ik sla heel veel geschiedenis over, maar in de middeleeuwen, wanneer de kerkvaders het iets meer voor het zeggen kregen, werd trots plots een van de hoofdzonden. Dus van de hoofddeugd naar de hoofdzonde. Want met trots zou je jezelf boven God wanen. En ik denk dat die religieuze opvatting van trots als zonde, dat dat iets is wat, zeker ook bij jullie, de protestantse traditie, wat nog heel erg doorleeft. Hè? Het idee dat trots eigenlijk iets is voor opscheppers en iets te frivool is. En dan specifiek in de filosofie, denk ik, daar begon ik het praatje ook een beetje mee, dat ja, de filosofie is natuurlijk de discipline van de redelijkheid bij uitstek, of dat hopen we toch altijd. En daar doen we vaak alsof reden en emotie tegenover elkaar staan en dat er dus ook weinig plaats is in de filosofie voor het emotionele. Want als je emotioneel bent, als filosofen, dan denken we steeds, hoe moeten we de reden daarachter gaan zoeken? Hè? We moeten die emotie strippen, want emotie leidt niet tot kennis en reden natuurlijk wel. Ik denk dat dat iets is wat steeds meer mensen in vraag stellen, ook vanuit de feministische filosofie, omdat je natuurlijk ziet dat door dat antwoord te geven, dat heel veel kennis van vrouwen ook lang buitengesloten is. Hè. Niet omdat vrouwen minder redelijk zouden zijn of meer emotioneel, maar omdat hun kennis vaker als emotioneel werd bestempeld en dus ook niet echt geldig, waardoor je een heleboel bronnen van kennis nooit hebt aangeboord. En dat vind ik wel heel spannend in de filosofie nu, dat er eigenlijk van veel meer groepen mensen kennis in het spel komt. En dat vraagt ons wel om veel te herdenken. En zou er dan nog een andere emotie zijn, behalve trots, die ook op deze manier een herwaardering toe is? Oh, veel. En dat vind ik wel leuk, dat die beweging met heel veel emoties gebeurt. Een populaire, de eerste zeg maar, is eigenlijk liefde, die is nooit weg geweest. Omdat liefde is, ja, ergens heel, nogal wie is dat een emotie is die we nodig hebben of zo. Maar een andere die nu heel erg populair is, is woede. Want ook met woede heb je
een soort gelijkaardig discours als wat ik vandaag heb gegeven. Woede is een heel grote drijfveer voor mensen. En het is tegelijk een emotie die heel lang werd afgedaan als irrationeel, als op wraak belust, als iets wat niet productief is. Hè. Wanneer dat je woedend bent, moet je afkoelen eerst, voordat je kan logisch nadenken. En er is nu een soort tegenbeweging die zegt, net in die woede zit heel veel kennis. Woede van Black Lives Matter bijvoorbeeld zat vol met woede. Maar ook de woede van de klimaatjongeren. Feministische, vrouwelijke woede, waar dan nog een laag op zit van niet iedereen's woede wordt hetzelfde geïnterpreteerd. Hè. Als een vrouw kwaad is, wordt ze hysterisch genoemd, terwijl een kwade man is een standvastig persoon. Dus daar wordt ook ontzettend veel over geschreven en gedacht en dat is heel spannend. Ja. Zijn er vragen? Ik heb een vierde vorm van trots ontdekt eigenlijk. Bring it on. Dus aansluitend op die drie in feite. Dus ik heb het logisch construct nog niet helemaal doorgrond, maar ik zal het even zeggen. Dus de eerste vorm van trots is, ik ben trots omdat ik beter ben. Hè. Dat is die man die dat doelpunt heeft gemaakt. Het tweede is, ik ben trots want ik ben niet slechter. Dat is die tweede. Ja, die middelste. Dus ik ben weliswaar zwart, maar dat wil niet zeggen dat ik minder ben. De derde is, ik ben trots want ik ben anders. Ik wil in mijn anders zijn geaccepteerd worden. Dat is de derde. Mm-hmm. En de vierde, dat is eigenlijk gewoonweg de Kantiaanse trots. Dat is namelijk de trots omdat we hetzelfde zijn. Bijvoorbeeld de menselijke waardigheid. Of je ziet ook wel eens in films waar christenen elkaar ontmoeten, dat ze als het ware diezelfde, hoe noemen we dat, vonk. Is dat zo? Want volgens mij had jij die waardigheid al ondergebracht, toch? Ja, daar zou ik onder zelfrespect brengen. Dus je zegt, die tweede vorm is, ik ben trots omdat ik anders ben. Zo zou ik dat niet definiëren. Ik zou net zeggen, ik ben trots omdat ik hetzelfde ben, ongeacht wat je misschien anders zou noemen. Want ja, zeggen anders is ook alweer, dan neem je alvast iets als norm. En het andere zet zich daar dan tegen af. Terwijl zelfrespect net zegt, dat afzetten hoeft er niet te zijn. Korte reactie, want er zijn meer vragen. Nee, ik bedoel met trots zijn, want ik ben anders, dat bedoel ik die zelfliefde mee. Dus bijvoorbeeld een vrouw die wilt behandeld worden als een vrouw. En als zij die erkenning als vrouw niet kent, krijgt, dan denken ze van ja, dat wordt me tekort gedaan. En dat bedoel ik zelfliefde, maar daar zet ik dan tegenover die kant. En dan gaat het juist om trots, omdat je hetzelfde bent. Ja, en dat zou ik dus trots als zelfrespect noemen. Ja. Oké. Okay. U had een vraag. Ja. Ik vind het reuze interessant, dit verhaal. En nou ken ik België wel goed, maar misschien niet goed genoeg. En maar misschien ken je Nederland beter. Wat vind je van de Zwarte Pieten-discussie? Waar hoort die thuis in deze vorm van trots? Want het is heel polariserend, er zit begrip in. Hoe zou je daarop willen reageren? Om te zeggen, België heeft dezelfde discussie. En zelfs onlangs is er iets bijna nog interessanter gebeurd. Wij hadden een discussie over een performanceartieste die niet... Dus zij heeft een donkere huidskleur. En zij zei, ik ga gewoon de Sint zijn. En zij was Queen Nicola. En zij ging dan door allerlei cultuurcentra in Vlaanderen. En die kindjes vonden er allemaal zalig. Er zijn heel veel leuke beelden van. Maar op een bepaald moment wou de stad Gent haar ook een platform geven. En daar is een gigantische discussie losgebarsten. Omdat dat voor veel mensen een stap te ver was. Dus heel die discussie hebben we in België absoluut in alle kleuren ook gehad. Ik denk dat daar een heel interessante trotsanalyse van te geven zou vallen.
denk dat het ook te maken heeft met een soort gevoel van een verlies aan een traditie die je goed kent, maar waarvan je misschien niet beseft dat ze andere mensen uitsluit of pijn doet. En dat er daar naast die soort nostalgie of een soort verlangen naar het verleden, of een behoud van het verleden, dat daar ook een trotsvraag in kan spelen. Ik weet niet of ik ze in de kern van de discussie zou zetten. Maar ja, het raakt natuurlijk wel aan identiteit, omdat het idee van deze traditie hoort bij ons. En dan, dat ons is dan de Nederlandse cultuur of de Vlaamse cultuur. En daar gaan ze toch niet aan tornen. Dat kan wel een soort trots zijn ook. Alleen denk ik dat je dat moet afvragen. Die Nederlander of die Belg, die Vlaming, waar we die traditie waar we zo trots op zijn of die deel uitmaakt van onze trots, welke groep Nederlanders is dat eigenlijk? En de groep Nederlanders is gewoon ook veranderd doorheen de tijd. Dus als je nu kijkt naar, wat voor traditie willen we uitdragen, dan moet je misschien ook reflecteren wie er allemaal leeft in de samenleving. En ik denk dat een parallel met de Vlaamse trots, om nog even af te ronden, want daar krijg ik ook heel vaak de vraag van, wat dan met Vlaamse trots? En ik denk dat het probleem daar is dat op een gegeven moment de Vlaming, die dus, waar nu de Vlaamse trots vaakst mee geassocieerd wordt, dat die eigenlijk trots is op een identiteit als Vlaming die nu al niet meer echt bestaat. Dus een soort een tijd dat Vlaanderen heel wit was, dat er nog andere tradities golden. Maar als je dus nu Vlaams en trots zou moeten zijn, dan zou ik zeggen, dan moet je dat zijn op heel die identiteit, op heel haar diversiteit ook. Andere vragen? Vingers? Nee? Ja, misschien nog één vraag, omdat we het over definities hadden. Waar zou het u eigenlijk de grens trekken tussen trots en ijdelheid? Ik denk dat praten we over de eerste definitie, zelfwaardering. Dus waar begint eigenlijk dan de ijdelheid? Ja, heel interessant. Ik heb niet over de definitie van ijdelheid als zodanig nagedacht. Mijn eerste reactie zou zijn om te denken dat ijdelheid nog iets meer te maken heeft met uiterlijk vertoon. Dus een soort een imago dat je wilt hooghouden naar de buitenwereld toe. Dat is een concept waar ik geen definitie van durf te geven op dit moment. Maar het is interessant om verder over na te denken hoe het zich er tegenover zou verhouden. Ja. Sorry. Ik vond het een heel interessant verhaal van u, dus dank u wel alvast. Ik vroeg me af of als mensen in een land leven, waar, wat u ook vertelde, waar minder gelijke rechten zijn, of mensen dan meer of trotser zouden zijn op bijvoorbeeld dat ze een hoofddoek dragen of een andere huidskleur hebben. En of mensen die bijvoorbeeld hier een hoofddoek dragen minder trots zijn dan mensen in een ander land waar ze daardoor onderdrukt worden. Ja. Super interessante vraag. Om te beginnen, ik had het over trots als een soort tegenreactie inderdaad, tegen het feit dat je rechten wordt ontzegd misschien, of gediscrimineerd. Dus in die zin zou je inderdaad ook in het verlengde daarvan zeggen, het is dan misschien meer nodig op plekken die, waar er nog meer ongelijkheid is. Anderzijds, en dat zeg ik ook wel in het boek, het is niet in elk land even veilig om die trots openlijk te vieren. Dus wij leven in een land, gelukkig, waar dat je, als je voor iets wilt staan, dat mag. En dat is zelfs eigenlijk niet altijd zo, want met de Zwarte Piet protesten, is er ook heel wat geweld gepleegd tegen organisatoren. En die zijn helemaal niet altijd veilig geweest. Maar als je kijkt naar landen waar bijvoorbeeld homo zijn nog strafbaar is, dan denk ik dat het ook niet juist zou zijn om te zeggen
oh, daar, je moet gewoon meer trots zijn op homo zijn en je moet daarvoor buiten komen, want er is een reëel risico dat dat echt afgestraft wordt. Dus het is niet voor iedereen even gemakkelijk om dat te vieren. Dus ik denk dat we heel blij mogen zijn dat we dat hier wel mogen doen. En ook niet vergeten dat het een recht is dat altijd dat we ook terug kunnen verliezen. Hè. Want bijvoorbeeld als je kijkt naar de hoofddoek, in België is er een grote discussie al heel lang over of je in publieke ambten dat wel of niet mag dragen, of als leerkracht. Dus ook daar is het niet altijd gemakkelijk om te zijn wie je bent in de rol die je uitvoert. Dus dat is iets waar we waakzaam voor moeten blijven, denk ik. Ja. Is er iemand die nog wil vertellen waar die trots op was? De oefening van het begin van de... Ja, u krijgt zo het, maar misschien dat u denkt, oh, nu zou ik het nog wel willen delen. Ik heb nog een vraag, ja. Mijn vraag gaat over waarde en waardigheid. Nu is er iets heel raars aan de hand in Nederland. Er wordt gezegd, als jij 70 bent en je hebt last van je heup, erg last, gaan we jou niet meer opereren, dan mag je de rest van je leven met pijnstillers doen. Wij 70ers, ik hoor er ook bij, worden daar heel bang van. Wat zou ons antwoord moeten zijn? Ik denk dat je terecht daar heel bang voor wordt, omdat inderdaad we weer in datzelfde discours komen dat we met corona eventjes hadden, hè, alsof dat leeftijd iets zou zeggen over hoeveel investering je nog waard bent of zo. Dat is denk ik inderdaad een heel gevaarlijk discours. Nu, ik vind het heel mooi dat je überhaupt over leeftijd begint, want dat is natuurlijk een vorm van trots die niet in mijn praatje heel expliciet zit, ook niet echt in het boek. Maar ik heb die reactie ook wel vaker gekregen van mensen die eigenlijk voelen dat naarmate ze ouder worden, dat er op een bepaalde manier naar hen gehandeld wordt die betuttelend is of bijna kleinerend. En dat daar ook een soort trots wordt aangesproken van, ja, ook bijna een protest van, hey, zeg, ik ben hier niet omdat ik oud ben, dat mijn verstand ineens kleiner is of zo. En dus ook daar denk ik dat... Ik heb ooit iets gezien. Het was een hele slimme woordspeling waar ik niet kan opkomen over iets met trots en leeftijd samengevoegd. En dus ook eigenlijk een beweging van mensen die zei, wij zijn trots op het feit dat we ouder zijn of zoiets. En dat vond ik ook wel een mooie toepassing van die trots als zelfliefde. Ook trots als zelfrespect zit daar denk ik wel in. Maar wat jouw precieze antwoord moet zijn, dat vind ik heel moeilijk. Ja. Misschien meer iets voor de... In ieder geval protesteren. Ja, maar dat is misschien meer iets ook voor de nazit. We gaan afronden met het oog op de tijd. Martha, heel veel dank voor je prachtige lezing. Dank jullie. Ik ben heel blij om te horen dat iets wat ik altijd toeschrijf aan individuen echt daadwerkelijk een belangrijke politieke implicatie heeft, dus ik heb er veel van opgestoken. U hartelijk dank voor het komen. Volgende week gaan we het hebben over het slavernijverleden met Karwan Vatoplek. Dat wordt ook wel heel erg interessant. Maar voor nu, praat na in het café, koop een boek en ik wens u een hele fijne avond.